Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter WK's Werkbal. In deze aflevering gaan we verder met het laatste toernooi dat we gaan spelen voor deze serie, namelijk de vuurflitsmode. En we moeten tegen Japan. Vorige aflevering hadden we en de makkelijkste wedstrijd en de moeilijkste wedstrijd ooit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Japan ons gaat bevallen. We hebben Frankrijk namelijk echt afgedroogd. Alleen toen kwam Spanje en Spanje dacht van ja, maar wij zijn gewoon goed. Dus wij gaan jullie helemaal kapot maken. Dus even kijken hoe Japan daarover nadenkt. We gaan het zien. We staan in ieder geval 10-0 voor. Alleen dat gebeurde tegen Spanje ook. Toen ging het toch allemaal een beetje bergafwaarts. We hebben gelukkig natuurlijk wel gewonnen, omdat we een best goede eindsprint hadden. Maar de beste manier om te winnen is gewoon zoveel mogelijk hele hoge combo goals maken, zodat die Snai lekker snel in zicht komt. Kijk, weer een combo 4 goal. Die dan schiet er lekker op, zeg maar. Dus we dat gewoon blijven doen. En dan komt het vanzelf goed. We hadden Frankrijk zover gekregen om geen enkele keer de team special move te kunnen doen. Dus dat was zeer positief. Ik denk dat het streven moet gaan zijn. Lekker, we hebben Suzuki van onze bezem getrapt. Kut. Zo zonde, want we waren zo ver in de combo. Kijk, nu scoren we, alleen dit levert 0 snijpunten op. Kut. Ik denk dat hun wel team special mogen krijgen, want het gaat eigenlijk niet snel genoeg. Ook al gaat het hartstikke goed door, daar niet van, maar... Nice. Er stond iemand, dat heb ik niet gezien. Dat was een leuke goal, maar het schiet niet op, zeg maar. Oh, nu komen ze dichtbij, ze maken zelfs een goal. We zijn opeens punt aan het scoren. Dat hadden we niet afgesproken. Zo irritant, want er gaat dan gewoon niemand vrij vliegen. Dus ik kan hem nooit doorspelen. Dat is zo kut als je vanuit achteruit komt. Ja, ze hebben team special move. Ik was er al bang voor dat het ging gebeuren. Dan staan ze met de snij ook weer voor straks. Oh, bijna een combo 6 goal. Wat kut. Nu wordt de team special move ingezet, denk ik. Ja. Oké.
dan gewoon naar dezelfde kleur. He knows exactly where his teammates are. Maat. Gaan we nu gooien naar medespeler? Thanks. Oh nee, nee. De volgende dag van dat gaan we natuurlijk niet doen. Het gaat iets beter nou. Oh, zo zonde van de combo. Pak hem af. We willen niet dat hun nog een team special move krijgen, want dan wordt het echt kut. Goed zo. Roya Caro Danaka. Ja, natuurlijk. Combo 7? Nee! Je moest erin! Dat was een combo 7 maten! Oh, je moest erin! Moeilijk hè, een paas geven, kom op! Goed! Die was naar dezelfde kleur, wow! Dat moet niet gekker worden! Bulgaria! Oké, dit wordt spannend! Ze hebben bijna net zo... iets kleiner spoor, maar niet heel veel kleiner. Die wedstrijd tegen Frankrijk heeft ons gewoon te veel moed gegeven, denk ik. Nice. Lekker ring. Oké, we hebben wel gewonnen. Dat is in ieder geval mooi. Komt de kerstman weer aanvliegen, kijk. Tegen Engeland. Thuis tegen Engeland. Dat is Australisch. We moeten tegen de Bols of wat? Hello there. So closing voor een hele mooie 4 combo. And we loving the 4 combo.
Dan gaat ook gewoon niemand vrijvliegen. Dat is zo frustrerend. Kom op. Oh, we moesten combo 6 goal worden. Ja, dat kan nooit vanuit die hoek, kut, sorry. Gelukkig hebben wij de kerstman op goal, anders had het ons een puntje gekost. Kut, hij was zo dichtbij. Damn it. Oké. Oké, pak hem af. Afpakken, denk je. Zo zonde van die combo als een kutbeuken. Ze hebben een team special, hoe kut zo. Ik zag je hoeveel er vanaf ging, kut hoor. Zo kut die beuker. Iemand? Ga vrij vliegen. Right. Flips it. Bosma with a long pass.
Echt, jongens, zo fucking irritant. Dit is weer een hele lange match. Ook het. Kut, er was een combo 6 kans. Zo fucking irritant. Schiet hem maar gewoon in, jongen. Wat een lange match is dit, zeg. Godsamme, gooi hem een keer naar de juiste. Waarom is er nooit iemand vrij? Dat is zo irritant. Pak hem af. Dank je. Maak het de mens af, dank je. Echt zonde van mijn beuken, what the fuck.
Lekker. Nou, dit was een kutwedstrijd, maar we hebben gewonnen. Daar gaat het uiteindelijk om. En daar komt de kerstman. Kibumi. Goed, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigo.